Ado Den Haag start het nieuwe seizoen met een oefenwedstrijd tegen het Leidse Luchtdunum, uitkomend in de tweede klas. Twee bekende namen bij de Leidenaren. Tim de Cler, voormalig international, uitkomend onder meer voor AZ en Feyenoord. En Houssin Bezaai, voormalig speler van Sparta. Dit is Marengo. Hij opent na 20 minuten de score na een fout van de doelman van Luchtdunum. 1-0 de stand. ADO-speler met Trevor David, Nick Kuipers, Tom Beugelsdijk, Aron Meijers, Danny Bakker, Geraldo Becker, Sam van Huffel, Melvin Lorenzen, Luciano Marengo en Eduard Duplan. En op doel staat Robert Swinkels. Eigenlijk misschien wel de sterkste elf op dit moment. Dit is Aron Meijers. Is dan voorbij Tim de Cler, houdt het overzicht, legt hem af naar de testspeler Lorenzen. Die schiet hem een meter of drie naast het doel van de keeper van Luchtdunum. Is eigenlijk meer een vleugelspeler, maar acteert in de spits bij het gebrek aan een spits. Dit is de doelman overgekomen van Ajax, Joe van der Sar, zoon van Edwin van der Sar. Gehaald voor Jong ADO, maar bij afwezigheid van Setkoes, hij heeft nog vakantie. En Tim Koremans, hij is geblesseerd, mag hij keepen tegen Luchtdunum. 2-0 wordt het direct na de rust. Doelpunt van Dennis van der Heijden. Terug bij ADO na zijn verhuurperiode aan FC Volendam. In de tweede helft de spits van de ploeg van Fons Loenendijk. En hij maakt dus de tweede van de middag. Dit is Guy Smit, een speler van Jong ADO. Lanceert Lorenzen en die prikt daar zijn doelpuntje binnen. Doet het in de tweede helft aanzienlijk beter. Als linksbuiten. Na deze wedstrijd valt er een beslissing over de proefspeler Lorenzen. Dit is Ladan, Delano Ladan. Hij maakt de vierde. Dat doet hij na 55 minuten voetbal. ADO komt sterk uit de kleedkamer. Ladan, speler van Jong ADO, mag dus ook minuten maken in de hoofdmacht. Hij scoort de vierde van de middag. Tom Beugelsdijk speelde in de eerste helft centraal achterin. Is inmiddels gedoucht, moet dan de nodige handtekeningen gaan uitdelen. En ziet dat zijn maatje Meisner hier een aardige bal geeft naar Ladan. Ladan lanceert dan op links zijn ploeggenoot. En wil de bal eigenlijk terug. Ladan met zijn tweede van de middag. Nou, dit is zwak ingeschoten van de jongeling. En dus blijft het 4-0. Met een snelle vrije trap. Die wordt genomen door Goppel, rechtsback. Speelde een leuke, goede wedstrijd tegen Luchtdunum. En hij lanceert aan de linkerkant Mats van Kins. Ook een nieuwe speler van Jong ADO. Bekeken balletje van Kins. 5-0 de stand. En het gaat nu snel met Luchtdunum. Dat in de eerste helft aardig kon tegenhouden, maar nu gaan de doelpunten er makkelijk in, want het wordt ook nog 6-0. Guy Smit legt hem klaar en daar is het Delano Ladan met zijn tweede van de middag en de zesde voor ADO Den Haag. 6-0 is ook de eindstand tussen Luchtdunum en ADO Den Haag, dat de eerste wedstrijd van het seizoen 2017-2018 dus winnend afsluit. Woensdag wacht Scheveningen.